vis en snoert stiet voor de bisteboord. Hij docht de egen dicht en snuift en snuift. Wat roept het boetendoor lekker? Het roept naar Maitiet. Hij wordt er zuiver blied van. Nu komen de vogels weer waarom uit het warme land. En krijgen de bjemmen groene bladjes. En bloeien de blomkes weer in het gers. Wat ben ik blied? Ik heb wat douchen en sjongen tegelijk. De Maitiet is te roeken. Om gers en kroet en blom. Pom, pom, pom. De professor kan hier dan het jongen. Vetse Pieter stoot de bisteboord uit. Wat is dat voor kotte gejank? Ze slacht de barge polletjes voor de eren. Ophouden, professor! De eren dogen mij er zeer van. Kun je net wat oors dwaan? Nee. Het is mooi dit vetje, hè? Mooi waar en blompjes en zo. Kriepel je die potje dan net? Ik ben enthousiast. Jawel, professor. Ze kriebel je om aan het werk te gaan. Zorg die bisteboord nou eens. Het is een gries. Ik zou niet wel een prachtige bisteboord. Of zit ik het zelfs? Wat zit er dan mee? Zet de bril dan op, man. De boord is zo smarrig als wat. Jakkes, alle je vogelstront op het dak. Het zit ekkel op een squashje. Zorg, de lid krijgt niet in een stjonkend kakje vallen. En dan die verven. Daar zit je spot meer op. Stroep de mouwen maar op, professor. Wurgen achter dwaan. De professor zucht vetje onnozel aan. Vogelstront, verven, mouwen opstroepen. Zo vetje soms bedoelen dat hij, de knapste professor van Friesland, de boodskin poetsen mat? Hij is geen vrouw, hij is uitvinder, dat zilder vetje is even goed, zei ze. Maar waar is vetje? Oh, daar komt ze krijgt weer aan. On het werk, professor. Eerst hemelje. En denk erom, net te mijn chips broeken. En als het klaar is, dan moet de boord een mooi kleurke hebben. Ik moet met de gedienstjes van Romko in de gang. Ja, maar vetje, ik wil hier dan het schermatje. Ik ben net een poetsprofessor. Ik ben de knapste uitvinder van heel Friesland. Vetje jet het al niet eens meer. Ze gaat gauw weer achter haar naaimachine. Joen met Romke zijn gedienstjes hingen. Daar zit de professor dan. Midden tussen de amers met chips op, de binders en de dwaal. Ik de regenbal het vetje net vergeten. Maar een zucht pakt professor Snoer de regenbal en stekt die in de armen met chips op. Waar zal ik nou beginnen? Nou, eerste dag dan maar. Hij stekt de weer de regenbal omheen. Drippen chips op vallen op een kniesnut. De regenbal gaat heen en weg. De eren van de professor worden weer. En de uitvinersjas zit vol chips op. En onder de knienpootjes komen grutte weer te plassen. De professor vindt neer door een hemelje. Bah, die vieze vogelstront worden net hier zo. En ik dacht dan van, zo mijn best. Oeh, wat is die beste boord krut. Wat maak ik nog een protte schimmertje? Ik weet wat. Ik vind gewoon een machine uit. Een machine die de hele boordje maakt. Ja, dat toch ik. Oh, dat ken ik als de beste. Nee, ik weet het nou beter. Ik vind een machine uit die de hele boordje maakt en tegelijk vervet. Dan ben ik in één keer klaar. De professor gaat naar zijn uitvinderskamer en docht de deur op slot. Net één machine wat er maakt. Ik vet ze net. Hij haalt twee amers en twee reuzenkwassen. En de regenbal. Regenbal erbij. En twee potten verven. En een flessen skimmakspul. En van zeldzien uitvinerspoeien. Ja, zeker. Even zien. De kwasten die liem je gewoon aan. Dan kunnen ze mooi draaien, poppen chips op. Oh, suffert. Hoe stom, professor. Er moet nog een motor komen, anders dan beweegt het niet. Wachtje. Ik ga nog een helikoptermotor lezen. Dat wordt hartstikke best. De professor werkt het hut. Ja. Hij bouwt de motor onder aan. Twee emmertjes water halen. De kwasten draaien prachtig in het roem. Dan ligt er wetter in de amer in. Hij spuit de flessen skimmakspul leeg. Oh, dat skommet prachtig. De potten verven hingen er een eindje heger. En de regenbalek. Ja, clear. Morgen kunnen we zien als de skimmakmachine wel werkt.
Ik ben benijd.